Hoi, ik ben Danielle Pasma en dit is een Two Spirit vlog. En dit is ook het verhaal van sessie 1 van mijn training. Ik ben vandaag begonnen met een hele intensieve training op zoek naar de dingen die er in mijn verleden liggen. Ik weet welke dat zijn, maar... Omdat er nog steeds blokkades in mij zitten vanuit dat verleden als Tash, als mijn mannelijke zelf in de 13e eeuw. Is het nodig om een heel intensief traject in te gaan waarin ik begeleid word door mijn geweldige vriendin en geweldig energetische therapeut Renilde. En Hilde Stokhoff van Met Veerkracht. Even reclame maken. Er is een heel traject uitgestippeld voor mij, waarvan ik vandaag de eerste sessie gehad heb. En vandaag moest ik als Tash terug. Helemaal naar mijn heel kleine kind zijn. Naar mijzelf als driejarig jongetje. Levend in de burcht. Onder de hoede van de kokkin in de keukens. En met als voornaamste lol in het leven het opjagen van de kippen. Wat ook gewoon wel heel erg leuk was. Want iedere keer als je ze opjoeg, dan was het natuurlijk een kabaal van je wel. Ze begonnen ook alle honden te blaffen en dan vlogen die kippen alle kanten op. Dus het was erg leuk. Maar voor de rest ook een ervaring van... Het is heel bijzonder om je weer drie te voelen. Om echt ook te voelen dat je als driejarig jongetje gewoon niet weet wie je bent. Waarom je bent. Wat er van je verwacht wordt. Ik was eigenlijk constant bang dat iedereen... boos op me werd. Iedereen was ook vaak boos op mij. En ja, reageerde daar eigenlijk ook op als in een vorm van verstarring. Ik trok me in mezelf terug. En bevroor, zeg maar. En het was vooral heel erg veel gevoel. Als driejarige kun je de dingen nog niet zo goed verwoorden. Het is heel apart om te ervaren hoe ik mijn gezicht ook voelde bewegen, vertrekken als driejarige. Met alle emoties die erbij waren. En ja, wat eigenlijk bleek is dat ik best wel gewoon een heel eenzaam jochie. En het enige veilige wat er was, echt veilige wat er was, dat was de stal. En daar had ik een grote vriend. Dat was een groot trekpaard. Die Reus heette. En daar ging ik gewoon tussen zijn benen zitten. Onder zijn buik. En daar ging ik bij schuilen. En er was daar ook een grote kater. Die muis. Die ik muis had genoemd. Die had natuurlijk gewoon geen naam. En dat waren mijn echte enige vrienden. En de verwarring die er was als... ik gepest werd. Ik dacht om mijn rode haar, maar ze noemden me ook bastard. En ik wist niet wat dat betekende. De momenten dat ik me terugtrok op de toren. Wat ik wist dat eigenlijk niet mocht. Maar dat ik dan toch deed om dichter bij mijn moeder te zijn. Die in de hemel was, hadden ze verteld. Waarvan ik niet wist waar die was. Maar ik dacht dat als ik op de toren klom, dat op de toren ging zitten. Dat ik daar dan wel in ieder geval dichterbij was. Om dat allemaal weer te voelen, dat is heel apart, vooral als driejarige. En de tools die ik gekregen heb door Renilde, dat is heel bijzonder, dat is heel mooi. Die heeft mij eigenlijk alsnog een mogelijkheid gegeven om als klein jochie daar op de een of andere manier aan te ontsnappen. En mezelf in mijn fantasie op het grote paard... op zijn rug te zetten en over de heuvels en de velden te galopperen. En in gedachten nam ik daar dan ook
muis de kat mee op de rug, want anders kon hij het niet bijhouden. En dat is heel bijzonder om dat te voelen. Hoe dat dan alsnog eigenlijk aan kan komen, binnen kan komen. En je dan als klein jongetje een tool in handen geeft om te gaan met het leven wat je hebt. Nou ja, dit was de eerste sessie. Ik ben moe. Het is heel intensief. Het is heel intensief om terug te gaan. Omdat het heel toch ver weg ligt van je huidige beleving als volwassene. Maar om terug te gaan in het gevoel van een driejarige. En ik ben natuurlijk gewend om wel in het gevoel van man te zitten. Maar een driejarig jongetje is een ander verhaal. En zeker als je de dingen niet begrijpt. Dus moe, maar wel ja, blij met de sessie van vandaag. Het heeft me veel gegeven nu al. En morgen gaan we verder. Morgen gaan we een klein stapje verder. Naar de tijd dat ik 4 was. En toen gebeurde er veel. Dus ik ben benieuwd wat dat brengt. Het is ongelooflijk fijn om bij Renilde in behandeling te zijn. Omdat het zeer, zeer zorgvuldig voorbereid. En ja, je ongelooflijk goed begeleid in de reis die ik maak. En ja, er is natuurlijk een hele speciale band tussen ons. Dus voor haar is het dan ook de uitdaging om daar emotioneel weer een beetje afstand van te kunnen nemen. Als ze me begeleidt. Omdat ze natuurlijk wel in de rol van therapeut moet zitten. En niet in emoties moet meevoelen. Maar ja, dat gaat heel erg goed en dat is heel bijzonder. Dus morgen gaan we verder. En dit is dus het eerste verslag van sessie 1. Oké, ik hou jullie op de hoogte. Morgen meer. Doei.